Hallo allemaal, welkom op mijn channel Solo Epoxy Art. En vandaag gaan we mega 3D bloem maken. Ik gebruik grote en kleine malen van molds en shapes. Ik vind ze erg leuk, is heel goede kwaliteit. Ik gebruik het wit pigment dat ik zelf heb gemaakt. Eindelijk heb ik het pigment van het potje naar de vlees overgebracht. Ik heb ze op Amazon gekocht. Eindelijk. En nu zijn ze erg handig op gebruik. Een heel belangrijke punt is niveau van onze tafel. Dit is belangrijk voor 3D bloemtechniek. De bloem moet precies in het midden staan. En we beginnen. Ik heb al haars al gemengd. In mijn werkkamer nu 27 graden is perfecte temperatuur. Mijn haarstemperatuur is 31-32 graden, is perfecte temperatuur voor 3D bloementechniek. En ik kan het kleuren. Ik heb 20 milliliter genomen van mijn haars, wat ik zal kleuren daarna. Eerste laag. Giet een beetje transparante haars in het midden. Echt kleine beetje, zie, voilà, dus meer dan genoeg voor onze eerste laag van bloemen. Zie, zoveel. Nu is eerste laag en daarna gaan we een tweede laagje maken. Voor onze kleine coasters, ik giet juist hetzelfde, een kleine beetje in de center van mijn maal. En ik voeg 7 druppels van mijn pigment in 20 milliliter van mijn haars. Oké, laten we haars mengen. En onze wit hoeft niet transparant te zijn. Heel goed mengen. Zie, het is echt opaque kleur. Niet transparant zijn. Ik heb mijn steentjes en glittertjes al gemengd met de haars. En ik ga versieren van mijn midden. Een klein beetje. Zo. En ik wil geen grote midden maken. Just like this. Een klein beetje. En ik druppel resin ink van Ether Art. Niet te veel, maar 1 druppeltje. Voilà. Dus meer dan genoeg. En ik laat de ink werken.
En daarna kan ik mijn tekening corrigeren met het tandstokje, heel voorzichtig, niet te krabben van onze mond. En we beginnen te tekenen. Laten we een serviet klaarmaken. En elke keer wegen we de spatel af met onze serviet. Tekenen. Proper maken. Tekenen. En opnieuw proper maken. En laten we onze centrum een beetje ronder maken. En we tekenen verder, juist op dezelfde manier. En hetzelfde deed ik met mijn kleine posters. En eigenlijk, ik gebruik een gietgang voor mijn bloemen open te maken. Niet te dicht bij de haars, heel voorzichtig. En hetzelfde met onze grote mouw. Onze haars werkt goed, onze pigmenten werkt goed. En we kunnen de tekening aanpassen met het tandstokje, heel voorzichtig. En kijk hoe mijn pigment werkt. Bladeren open, bloemen bloeien. Ik ben heel blij van. Ja. En we laten onze bloemen voor 3-4 uurtjes staan. Nu, er zijn 3 uur gepasseerd. En ik kan de tweede laag doen. Mijn haars is al op juiste temperatuur. En nu, ik giet mijn haars. Mijn bodem moet bedekt zijn met haars. En op dezelfde manier met kleine coasters. Bodem moet bedekt zijn. Voilà. Onze witte is erbij betrokken en maakt een serviet klaar. En we beginnen te tekenen. Juist op dezelfde manier. Deze keer ik teken verder vanuit het midden, omdat er al een bloem in het midden zit. En op dezelfde manier we tekenen en proper maken. We tekenen en wegen. Tekenen en wegen.
En zijzelfde met onze grote bloem van grote maal. Onze blaadjes zijn open gegaan en we kunnen de tekenen aanpassen. En ik heb nog één vraag voor mijn Nederlandstalige kijkers. Moet ik verder video's op het Nederlands maken? Voorlopig ik maak video's op het Russisch, Engels en Nederlands. Misschien is Engels genoeg voor jou. Laat me weten wat je denkt, alstublieft. Want als je Nederlands nodig hebt, dan blijf ik video's op het Nederlands maken. Het belangrijkste is dat ik Nederlandse luisteraars heb. Ik zal wachten op uw antwoorden, op uw berichtjes. En bedankt voor het begrip. En we maken onze bloem verder en passen deze aan en corrigeren. Heel voorzichtig met onze maal. En kijk hoe mijn pigment werkt. De bloem gaat echt open. Ik vind het leuk. Heel, heel mooi. En we laten onze bloemen nog 4 uur staan. En dan gaan we de derde laag maken. Voilà, nu ik al 4 uur gepasseerd. Ik heb 2 kleuren gemengd, mijn donkere met de resin ink van Ether Art en 2e pearl powder, ook van Ether Art. Ik giet donker haars in het midden, een klein beetje. En hetzelfde in de midden, in het midden, onze parel powder. Nu is volgende dag, unmolding time. Zo, laten we eens kijken wat we hebben. Spannend. En 1, 2, 3. Voilà. Wauw, mijn mega 3D bloem. Dat ziet ongelooflijk mooi eruit. En nu onze kleintjes. Spannend. En voilà. Heel mooi. Het is echt
mega 3D-bloem. En van onze twee lagen, het resultaat zijn weelderige bloemen. Kijk. Is precies echte bloemen. Ik vind het dus leuk. Ik ben blij van mijn resultaat, van het resultaat van mijn bloemen. En ik hoop dat je het leuk vindt. Bedankt dat je op mijn kanaal bent. Kijk naar mijn video en maak het verschil. Dadaa!